De Nationale Assemblee heeft een grote delegatie van de parlementen van Aruba, Curaçao en Sint Maarten op bezoek. Hierbij is er onder andere van gedachten gewisseld over hoe het contact dat al jaren tussen de verschillende landen bestaat, vernieuwd moet worden. Op een vandaag gehouden gezamenlijke persconferentie is DNA-voorzitter Jenny Simons, bijgestaan door de delegatieleiders, nader ingegaan op dit bezoek. Volgens Simons was de afstemming nodig omdat de staatkundige positie van sommige van de landen is veranderd en moest het contactplan daarom worden vernieuwd. Het bezoek is afgerond met een slotverklaring dat op de persmeeting is voorgelezen. Wij brengen u een fragment. Tijdens deze besprekingen zijn naar de orde geweest wederom een opstart van het contactplan tussen de parlementen van de Republiek Suriname, Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Samenwerking op verschillende gebieden zoals agrarische sector, handel, toerisme, onderwijs, arbeid, sport, cultuuruitwisseling en innovatie, terwijl ook het belang van milieu en landbouwbestrijding is aangehaald. De besprekingen over de wederopstart van het contactplan hebben geresulteerd in het besluit dat de samenwerking op parlementair niveau zal worden voortgezet, waartoe op 11 februari. Waartoe op 14 februari 2019 een conceptcontactplan is ondertekend dat aan de respectieve parlementen zal worden voorgelegd ter bekrachtiging. Na het voorlezen plaatsten de voorzitters hun handtekening onder de verklaring. De delegatieleider van Aruba, parlementsvoorzitter Juan Thijssen, gaf aan blij en tevreden te zijn met het bezoek en de vergaderingen. Ook zijn er volgens hem afspraken gemaakt voor de toekomst. Eén daarvan is bijvoorbeeld dat er een roulatiesysteem gehanteerd zal worden voor de wederzijdse bezoeken. Eén keer per jaar gaan we dus samen bijeenkomen om bepaalde onderwerpen te bespreken. En dat zijn heel belangrijke onderwerpen zoals wat we overeengekomen zijn ook. Bijvoorbeeld landbouw, veeteelt, visserij. Je hebt toerisme wat betreft ecotourisme. We gaan onderwijs. We hebben vooral de handel. En je hebt ook andere onderwerpen die echt belangrijk zijn voor de landen, voor een samenwerking. Dus wat ik moet zeggen. En dit is ook gebaseerd op de banden die we hebben, historische banden die we hebben, familiebanden die we hebben. We spreken dezelfde taal, we kennen elkaar. Dus ik denk, ik ben positief daarover, optimistisch. Ik denk dat dit heel goed zal zijn en dat we goede voordelen uithalen voor onze samenlevingen, bijvoorbeeld Aruba, Curaçao, Sint Maarten en ook Suriname. Er zijn dus om veel dingen dus die wij samen kunnen doen en gezien dus om de connecties die we hebben. Wij weten allemaal dus dat voor wat betreft dus om luchtvaartverbindingen, dus om, er zijn ups en downs. We hadden een tijd dus dat het vliegen tussen Curaçao en Suriname iets goedkoper was wanneer er meer maatschappijen er waren. We hebben problemen met scheepverbinding, want we zitten hier te praten dus over dus om handel. Handel met tussen Curaçao, of tussen de landen en Suriname. En hiervoor is nodig ook een goede scheepsverbinding. Hè. En daaraan moet ook gewerkt worden. Want om de kosten zo laag mogelijk te houden voor de handelaar is het belangrijk. Dus dat we ook goede scheepsverbinding hebben. Want luchtvaartverbinding is altijd ietsje duurder. Dus in principe kunnen we zeggen dat wij als Curaçao zijn zeer hoopvol gestemd dat dit nieuwe contactplan vele voordelen zal bieden. Niet alleen dus op die sectoren die mijn collega reeds dus heeft genoemd, maar ook dus aan wat betreft sport en ook cultuuruitwisseling. De voorbereidingen en de ontvangst hebben zeker bijgedragen tot het succesvol kunnen afsluiten van deze contactplan. Het verschijnsel contactplan is niets nieuws. Maar dat wij na zoveel jaren het weer hebben opgepakt als Aruba, de voormalige Nederlandse Antillen en de eilanden die daarbij waren betrokken, met Suriname, getuigen van het besef hoe belangrijk het is
dat de volksvertegenwoordigers van de landen bij elkaar kunnen komen om gezamenlijke onderwerpen te bespreken. Ik wil ook de collega's van Aruba en Curaçao bedanken, de heer Thijssen en de heer Millersen, voor hun inzet om dit gedaan te krijgen, zodat wij hier vandaag in Suriname kunnen zitten en kunnen mededelen waar wij het over gehad hebben. Sinds de laatste contactplan in dit verband zijn er natuurlijk veel ontwikkelingen op mondiaal gebied die hebben plaatsgevonden. Wij hebben juist vanwege dat soort ontwikkelingen hebben wij de uitdagingen kunnen bespreken, maar misschien ook juist vanwege de uitdagingen ook de kansen met elkaar kunnen bespreken. En aan de hand van die beide het gehad kunnen hebben over de samenwerking. De voorzitter van het parlement van Sint Maarten, Sarah Westcott-Williams en daarvoor William Millersen, voorzitter Staten van Curaçao en Juan Thijssen, voorzitter van het parlement van Aruba. DNA-voorzitter Simons gaf daarna aan dat regeringen van verschillende landen bepaalde zaken in place moeten brengen.